Het slavernijverleden heeft nog steeds een diepe en wereldwijde impact. Dit was de rode draad tijdens de presentatie op 24 september in Royal Ballroom te Rarica voor de oprichting van het Nationaal Slavernijmuseum. Historisch besef is meer dan de feiten kennen, maar zich bewust zijn van de ontwikkelingen die de wereld heeft doorstaan om te komen waar ze nu is. De diepgewortelde pijn die de nazaten generaties lang dragen, kunnen niet ondermijnd worden. Initiatiefnemer van het Nationaal Slavernijmuseum praat over gemengde gevoelens bij het opzetten van dit museum, waarmee ze alle gemeenschappen wil bereiken. Achter het woord slavernij gaan eeuwen van leed schuil, op talloze verschillende plekken, die op talloze manieren doorwerken. Maar er was natuurlijk ook altijd veerkracht. En er was moed en er was hoop. Maar hoe doen we nou recht aan al die facetten? Hoe zorgen we ervoor dat alle gemeenschappen zich hier vertegenwoordigd voelen? En dat het museum van ons allemaal. En daar is eigenlijk maar één antwoord. En dat is ook de titel van het plan. Vertel het hele verhaal. Kwartiermaker Peggy Brandon omschrijft het op zoek gaan naar elkaars identiteit als een van de meest kostbare ervaringen in het proces. Brandon zegt dat het doel is om inzicht te geven in de impact van slavernij op hedendaagse generaties. Ik kom van hier. En tegelijkertijd is die combaté heel lang geleden doorgeknipt. Waar ligt die verbinding? Hoe maak je die? Hoe ga je met elkaar op zoek naar die identiteit? En in al die gesprekken realiseer ik me dat het is overgedragen. Ook al ben ik hier niet opgegroeid, ik ben hier geboren. Als ik mijn ogen dicht doe, dan zijn er geluiden en geuren. En die gaan even terug. En die overdracht, daar kan je niet omheen. Het museum zal evenementen en lezingen huisvesten om de geschiedenis levendig te houden. Dit is een belangrijke stap in de verwerking van het koloniaal verleden.